Boksel, Bartow. Op inzet, El Macrini. En geen buitenspel voor Schepers. Schepers, Turk vraagt die bal bij de eerste paal. Schepers maakt de actie. En zoekt dan Turk, vindt hem niet. Bartow, Turk met de kans. En daar is de goal. De goal voor Cambuur. Het is Turk die de Vriezen na zo'n 10 minuten op 0-1 brengt. Turk kiest positie, dan is er knullig verdedigend werk. En is het Bartow die Turk bereikt. En nu heeft VVV dus 2 goals nodig. Het enige positieve voor de Venlonaren is dat ze daar zo'n 80 minuten nog voor hebben. Timi Sela met het paasje. Uchebo. Geen overtreding. Uchebo. En is daar de gelijkmaker. Jawel! Binnen de minuut het doelpunt van Berghuis. En beide ploegen dus op 1-1. Berghuis laat Bizot kansloos. En het staat 1-1. Wordt het Turk of wordt het Hezen? Het wordt Turk in één keer. En lastig genoeg nog voor Gentenaar. Die de bal wegbokst naar de buitenkant. De Leeuw. Voorzet van De Leeuw. Daar komt Schepers. Die komt maar een schoenmaatje of 2 tekort. Uchebo gevonden door Wildschut. Maguire. Uchebo kiest positie en achterin is het Berghuis. Dat is de tweede. Uit het niets komt VVV op 2-1. Weer is het Berghuis. Een messcherpe voorzet. Die over Uchebo heen gaat, maar dat was ook wel degelijk de bedoeling. En dus tevredenheid bij Blokhof, want zijn ploeg komt op 2-1. Maguire, Meeuwis met ruimte. Rechts Steven Berghuis, in het midden Uchebo. Die draait zich prima vrij. Maguire met het geplaatste schot en een prima redding van Marco Bizot. Hezen, goede paas, Turk. Turk, voorzet van Schepers, Bartow legt terug, Turk, wat een goede goal, wat een schitterende goal van Turk die het uiteindelijk doet. Die schiet die bal spijkerhard in de kruising op aangeven van Bartow, prachtige aanval. En met dit resultaat zou Cambuur zich plaatsen voor de volgende ronde van de Jupiler Playoffs. Berghuis, voorzet van Berghuis, en daar is de kans, wat een kans. Maguire. Helemaal vrij. VVV drukt Cambuur naar achter. Maar levert het ook een kans op. En Wolfor. Holla, die heeft een aardige pegel. Wat heet? Danny Holla. Maakt er 3-2 van. En wordt het dan toch eindgoed al goed voor VVV. Holla van de meter of 20 met een hard schot. Marco van der Heijden gaat erin komen bij Cambuur als vervanger van El Macrini. De inworp richting De Vries. De Vries verlengt. Bartow. Voorzet van Bartow. De Vries komt er niet aan, maar daar is de goal. De goal is er van de man met zijn eerste balcontact. Marco van der Heijden maakt er 3-3 van. Koud in het veld. Het is de eerste bal die hij aanraakt. En het is de goal voor Cambuur. Balbezit Cambuur, Martijn Bartow, 3 assists van hem. Emenike richting Uchebo. In de lucht geklopt door Van Boksel. De voorzet was nog Uchebo, Uchebo! 4-3, VVV is door. 2 minuten gespeeld in de extra tijd. En Uchebo, de Nigeriaan, maakt er 4-3 van. Uchebo is de naam in de extra tijd. Zorgt hij ervoor dat VVV doorgaat naar de volgende ronde van de Jupiler League Playoffs. Ten koste van Cambuur. En hele trieste gezichten aan de kant van Cambuur.